Nadja Spinate in haar Londerzeel een paar uur voor ze de eed zal afleggen als nieuwe burgemeester. Als eerste allochtone burgemeester van Vlaanderen ook, want haar vader is een Marokkaan. Eigenlijk is het niets waar ik zelf heel veel bij stilsta. Ik ben gewoon wie ik ben. En wat voor mij nu belangrijk is, is gewoon dat ik burgemeester word. Maar ik besef wel dat andere mensen mij wel zo zien. Dus als ik voor bepaalde mensen daardoor een inspiratie ben, dan wil ik dat heel graag zijn. Ja, dat is mooi. Ik ga 2 januari een groot volksfeest geven. Alle inwoners van Londerzeel zijn uitgenodigd om mee mijn inhuldiging te komen vieren. Maar met de oude politieke cultuur wil ze komaf maken, zegt ze. Niemand moet haar iets komen vragen dat niet kosher is. Ik wil u vooral proficiat wensen en veel succes wensen. Ze wil ook de allochtonen helpen om zich te integreren in Londerzeel, maar dan wel volgens de filosofie van haar partij, N-VA. Ik word regelmatig benaderd door mensen met een vreemde origine. En ik vind dat ook positief. Maar het eerste wat ik tegen hen zeg is, ik wil u helpen, maar je gaat je wel inschrijven voor de lessen Nederlands. En dan kan iedereen bij mij terecht. En dan is het eindelijk zover. In het provinciehuis wordt ze ingezworen. Ah, oké. Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen. Proficiat. Voel jij je nu anders? Nee. Ik ben nog altijd Nadja en ik blijf wie ik ben. Maar ja, het voelt natuurlijk wel heel goed. Ik ben heel blij dat deze eer mij te beurt valt, zeker weten. En wat is je sjerp? Ah, die heb ik nog niet aan, want ik ben nog geen burgemeester. Het gaat pas in vanaf 1 januari.